Fabio heeft hard om te vechten. Fabio is sterk, hij heeft veel van kracht. En heel veel doorzettingsvermogen, die geven niet zomaar op. Daar zit het grootste verschil. Techniek hebben ze misschien allemaal wel. Maar Fabio heeft die andere dingen er ook nog bij. Ten eerste, ik train bij Mike's Gym. Train harder dan hun, vecht harder dan hun. Kom echt om te vechten. Champstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk, voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk. Assalamu alaikum strijders en natuurlijk mijn vechters passinnen. Welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Champstalk. Voor we verder gaan, jij weet wat je moet doen. Je moet je abonneren op dit kanaal, geef de video ook gelijk een duimpje omhoog en check voor het gemak ook even onze homepage. Daar tref je nog altijd een link naar de crowdfunding van mijn dierbare broeder Halid Isik. De beste man is nog altijd in gevecht tegen de vervelende ziekte van MS en wij kunnen uw donatie goed gebruiken. Alvast super bedankt. Alright, vandaag in de uitzending hebben we niemand minder dan Fabio Castello Quasi, Young Heavyweight Champ Kickboxing. Hij traint bij Mike's Gym onder Mike's Passenier en heeft onlangs een 8-mans zwaargewicht toernooi gewonnen voor Os Fighters in Roemenië. Ik wil hem vragen hoe dat is gegaan, hoe het is om onder Mike Passenier te trainen en nog veel meer. Goed, laten we hem erbij halen. Fabio Castello Quasi, welkom bij Champstalk, broeder. Hi bro, hoe is het? Goed man, het is altijd goed om jou weer te zien. Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het prima man. De hele wereld valt in elkaar, maar ik blijf mijn ding doen en blijf vooruit gaan. Ja, het zijn hectische tijden. Daar wil ik zo wat dieper op ingaan. Voor we daar uitgebreid mee verder gaan, heb ik 10 stellingen voor jou. Oké. Dat betekent kiezen tussen het een of het ander. Een middenweg bestaat er helaas niet. Oké. Ben je er ready voor? Ik ben er ready, man. Stelling 1. Badr of Rico? Badr. Nederland of Suriname? Nederland. Het is een tough one. Ja, dat is een moeilijke. Kom ik zo terug. Trappen of boksen? Trappen. Oké. Had ik niet verwacht trouwens. Mike Tyson of Roy Jones Jr.? Mike Tyson. Cardio of krachttraining? Cardio, zeker weten. Ja, daar wil ik zo ook meer over weten. Rotti of stampot? Rotti. Daar hoef je ook niet zo lang over na te denken. Sommige vragen gaan heel snel. Bob Sapp of Kimbo Slice? Kimbo Slice. My man. Ja toch. Boksen of MMA? MMA. Jean-Claude Van Damme of Bruce Lee? Bruce Lee. Top. Wel, hè? Ik ben meer van de Bruce Lee tijd, man. En de laatste. Glory of K1? Ja, K1. Ja, in totaliteit K1, vind ik. Ja. Dat was een lastige, denk ik. Ja, het is een beetje old school versus new school. Dus het is een andere tijd. Dus je moet een beetje gaan nagaan, weet je, wat is. En ook weer gaan nadenken van, oh ja, eigenlijk is Glory niet zo lang als K1, dus allemaal moet je even over nadenken wat je nou teruggeeft. Heb jij, net als ik, dat je die oude tijd van K1 best wel mist? Ja man, dat is een echt toffe tijd. Toen ik nog op die oude kanalen werd uitgezonden en de volgende ochtend terug zou kijken, weet je, er was ook nog geen internet en zo. Al die oude tijden met DVD's van Ramon Dekker en zo die ik heb gekeken en Nesto Host. Het voelde meer klassieker aan of zo. Echt, dus die vibe was gewoon een soort van. Het is een soort van. Ja, een soort van een hele andere vibe dan tegenwoordig wat je hebt.
Ja, ik voel je helemaal. Er hangt iets nostalgisch aan. Het was ook in het Verre Oosten, hè, in, waar dat vandaan komt, de Mixed Martial Arts. En inderdaad, legends als Ernesto Hoos en Peter Aerts, ja, die hebben het groot gemaakt, hè? Ja man, zeker weten, 100%. Hey, hoe vroeg wist jij dat jij een vechter wilde worden? Toen was ik 16. Ik vond altijd wel gewoon een beetje. Ik zag het misschien wel soms op dvd's en zo. Dat vond ik altijd wel een beetje soort van eng of spannend. Maar ik had nooit echt in gedachten gehad dat ik het echt zelf zou gaan doen. En ja, op een gegeven moment was ik in de sportschool. En waren we zeg maar nog een kickboxklas en er was ook nog een fitnessen. En als ik ga fitnessen, dan ga ik wel automatisch met andere dingen best snel afgeleid, zeg maar, daar met dat soort dingen. Dus als ik dan een kickboxtrainer had, en die gewoon tegen mij ging zeggen van je moet dit doen, je moet dat doen. Of als ik dan ging praten, zet hij me gewoon op sterk, zeg maar. Dus ja, dat uurtje ging gewoon lekker voorbij. Je bent gewoon lekker bezig als iemand zegt wat je moet doen. Dus dat was eigenlijk wel relaxed. Als jij nou geen vechter geworden was, wat was je dan geworden? Ik weet echt niet, maar ik had wel echt stage gelopen bij de marine te gaan. Of ik denk zoiets, man. Want ik, in ieder geval, tenminste met stages, ik hield die sowieso niet van hele rustige dingen. En iemand zegt van ik moet dit doen, of iemand die iemand aan het letten is, of ik het wel goed doe of zo, daar hield ik echt niet van. Ja, en dan weet je het al eigenlijk, hield ik er niet van dat ik gewoon misschien mijn eigen ding wil doen, weet je. Als je gewoon, ja, als iemand precies gaat zeggen wat ik moet doen, dan vind ik gewoon een beetje irritant soms. Maar iets met sport gecombineerd met ninja-achtige dingen, daar zou jij wel je werk in gevonden hebben? Ja, dat komt pas toen ik 16 of 17 was, dat ik dacht van oké, ik wil zelf nu in de sport gaan werken of mijn eigen mijn kennis of kickboksen overbrengen op kinderen en jongeren en zo. Maar eigenlijk mijn jongere jaar, toen ik 14, 13, 15 was, zo rond die leeftijd, was het meer was gewoon aan het gamen en niet echt veel wat aan het doen eigenlijk. Dus, ik was gewoon heel rustig en ik was niet per se dat ik met nieuwe mensen wou omgaan of zo. Ik was totaal niet daarvan. Dus ik had zelf ook wel ingezien dat ik gewoon iets gewoon achter het bureau zou werken, gewoon op een rustige manier. Mooi. Nou ja, dan heb je dus kennelijk je roeping gevonden, hè, met het vechten. Yes, ik ben geblest. Ik heb gevonden in mijn leven waar het soort van mijn passie is. En ik denk niet per se dat veel mensen dat kunnen vinden of de ruimte krijgen van hun ouders of iets om het te vinden. Dus op dat vlak ben ik erg geblest. Ja, dat ben je zeker. Jij hebt, we hadden het net al, hè, over Glory en K1. En toen zei jij K1. Wat ik mooi vond aan K1 was dat er een soort van toernooi aspect aan vasthing. Maar jij hebt ook niet zo lang geleden in Roemenië voor Oz Fighters ook een 8-man zwaargewicht toernooi gewonnen. Ik wil daar van alles over weten. Hoe was dat allereerst? Om het samen te vatten, het was Ja, het toernooi zelf, wat precies, wat bedoel je precies? Nou, je vocht tegen Erdogan, Bruswijk en Ristea. Hoe waren die potjes? En hoe was het om in Roemenië te vechten? Want Oz Fighters is vooral daar gesitueerd, hè, in Roemenië. Ja, Roemenië, ik heb daar vaak gevochten en heb me daar altijd goed ontvangen. Goed behandeld en heb niks om aan te merken aan de mensen of de organisatie, is altijd gewoon prima geregeld. Het toernooi zelf, ik moest dus 3 keer vechten op een avond. En de eerste wedstrijd was het daarvan tegen Erdogan. Ik heb al de laatste jaren, 2, 3 jaar, heb ik problemen met mijn schouders. En daar ben ik nu ook voor geopereerd in deze coronatijden. Maar in die wedstrijd ging mijn schouder al sinds de eerste ronde gelijk uit de kom, tweede ronde ging gelijk uit de kom en dan klik, klik, zet ik mijn eigen schouder weer terug en ga ik weer verder. Dus ja, toen na de 2 minuten in de eerste ronde mijn schouder uit de kom ging, was dat een beetje anders. Maar buiten dat was het sowieso de eerste wedstrijd van 3 wedstrijden. Dus
ik heb sowieso al van, oké, ik ga je wel verslaan, maar ik ga je niet per se opzoeken om knock-out te slaan, weet je. Wat ik wel natuurlijk zou doen als het dan een losse wedstrijd zou zijn. Maar ik vind zelf omdat het niet een mooie wedstrijd van mij, maar ja, het is een toernooi, dus het boeit niet. Het gaat om het eindresultaat. Precies. Ik was daar doorgekomen. Nou, het was gewoon last van mijn schouder, maar ja, het is een toernooi, je moet verder. Er is een beetje tijgerbalsem erop of hete shit dat je op moet smeren. Tweede wedstrijd was tegen, hoe heet je ook weer? Eerst was tegen Brunswijk. Oh ja, sorry. Ja, de tweede ronde was tegen Brunswijk. Ik heb al eerder tegen hem gevochten op jonge leeftijd. Toen was ik 17. Dus het is echt al, 2015 geweest of zo. Brunswijk is ook een goede jong op de counter. Had me ook in de eerste ronde ook wel goed geraakt. En dat was mijn idee voor die wedstrijd, was om gewoon zeg maar veel info aan hem te geven en de hele tijd laten raden of de hele tijd denken van oh, dit komt. De hele tijd gewoon bezig blijven. En dan komt er wel gewoon een punt dat ik zeg maar, ik wist dat mijn conditie goed was en dan op het punt gewoon zou zijn dat ik de overhand zou pakken. En ik denk dat ik zeg maar kickboxend zeg maar om die continuïteit, dat ik dat beter heb dan zeg maar hem. Dus ik denk dat dat een punt was waar ik dan zeg maar moest werken. Dus zeg maar gewoon blijven werken, sterker zijn, gemener, grover en dat ik daarmee de wedstrijd zou winnen. En gelukkig was dat toen ook gelukt. En toen qua blessures kwam ik die wedstrijd ook echt lekker door. Dus eigenlijk dat enige wat ik echt last had was door mijn schouder, maar ja, het zijn al langdurige blessure. Dus finale moet ik tegen de favoriet. De kennis wist dat ik een favoriet was, maar landsfavoriet en de held van dat land. En je weet hoe het is. Hè. Je kan in het buitenland omdat je ook al moet je tegen de helft van favoriet win je 3 rondes, dus kan je alsnog gewoon verliezen. Ja. Dus daar was ik ook van bewust. Eerste ronde was ik gewoon heer en meester. Heb ik gewoon echt laten zien wat ik kon en wat ik kan. Tweede ronde, ja. Waar hij zelf mee terugkwam, hij heeft me niet echt geraakt of zo. Hij heeft een paar goede low kicks gemaakt. Ik blokte die low kicks niet. Ik vond ze ook niet zo erg pijn doen of zo. Gek dat ik dacht van, oh shit, ik heb een probleem. Maar ja, dat was zijn ding waar hij wel goed mee kwam. Hij had wel iets gevonden. Dus ik liet de tweede ronde liet ik een beetje soort van gaan. En dan dacht ik van, oké, derde ronde. Ga ik zoveel aanzetten en dan ga ik gewoon echt vechten en wil ik hem gewoon afmaken. Dan ga ik gewoon alles erin. Dus toen was de derde ronde begonnen. En gooi ik wat technieken, gooi ik een voorwaartse trap. Ik ben even die Japanse naam vergeten, man. Ik weet het echt niet meer. Ik gaf een voorwaartse trap in zijn buik. En toen zat hij in elkaar en toen had ik gewonnen. Ja, ik heb het van de week even terug zitten kijken. Het waren mooie potjes. Wat heel bijzonder is, en dat moeten de kijkers weten thuis, is dat er een heel andere aspect dimensie bij komt kijken. Als je 3 partijtjes op 1 avond eigenlijk moet vechten. Ja, zeker. Kan je daar wat over uitleggen? Want je zegt, je moet je eigenlijk inhouden. Je kan niet all-out gaan, wat je in een normale eenmansgevecht zeg maar wel zou doen. Nu moest je je inhouden. Ja, je moet berekeningen maken en risico en winfactor gaan berekenen. Want je kan natuurlijk niet een wedstrijd instappen en denken van oh, ik doe deze even rustig aan, want dan gaat het gewoon fout. Maar ik vecht anders dan nou bij een losse wedstrijd, omdat dat een toernooi wedstrijd is, omdat je rekening moet houden met blessures en met van alles, ja. Ja, blessures en ook mentaal moet je jezelf aan en uitzetten steeds en zulke dingen. En je moet jezelf opnieuw steeds opnieuw opladen en dat is gewoon anders, man. De manier hoe ik vecht is anders, de manier hoe je vecht is anders, hoe je erin gaat is anders, de dag daarvoor is anders. Ook weer met de blessures die je tussendoor krijgt is vervelend en anders. Dus een heel ander, heel anders dan een, zeg maar, een normale wedstrijd.
Ja, dat geloof ik wel. En je hebt natuurlijk, dat zei je net ook, tegen Roemenië gevochten. Hè? Ristea is een Roemeen en je vecht in zijn thuisbasis, als het ware. En je bent daar geen onbekende mee. Want op 19-jarige leeftijd stond jij ook tegenover Bogdan Stoica. Die wedstrijd heb ik van de week ook even teruggezien. En met mij, heel veel anderen, vonden dat jij die partij gewonnen hebt. Wat is de belangrijkste les die jij uit die partij gehaald hebt voor jezelf? Eigenlijk had ik niet per se een les eruit, zeg maar. Mijn idee was hem, ja, ik had nog niet echt vertrouwen in mijn eigen inzicht, zeg maar, snap je? Dus ik dacht dat hij een beter inzicht dan mij zou hebben, omdat hij meer ervaring zou hebben. Dus ik wou hem overrompelen met veel werk. En nu dat ik terugdenk, maar dat komt ook gewoon door vertrouwen en ervaring. Nu denk ik ook van, oké, ik zou het misschien anders moeten aanpakken. Maar ja, dat komt altijd maar achteraf. Dus ja, verder heb ik helemaal geen ideeën erbij, man. Ik ben gewoon genaaid tussen de vaseline. Dus dat gebeurt in het buitenland. Ja, dat is een pijnlijke ervaring, lijkt mij zo. Kijk, wat mij opvalt aan jouw resume is, jij bent gigantisch jong nog, Fabio. Je bent, volgens mij was je 20 jaar toen je in 2016 de Grand Prix won, K1. Klopt dat? Ja, ja. Hoe is dat op die leeftijd? Ja, het is leuk, man. Iedereen is aardig tegen je. Alle meisjes vinden je leuk. Als je wint, heb je vrienden, hè? Als je wint, heb je vrienden. Dus dat was een leuke tijd. En het was gewoon leuk. Ik was gefocust. Mijn ouders supporten me in mijn doelen. Ik zat op een school voor. Ik had een speciale regeling toen ik op school zat voor mijn sport. Dus alles gaat gewoon lekker, man. Alles ging gewoon goed. En dat was gewoon een leuke tijd. Hebben we heel leuk gehad. Ja, jij traint natuurlijk samen en met de legendarische coach Mike Passanier. Dat is natuurlijk een grote meneer. Hoe is dat en wat is het belangrijkste wat je van hem leert? Hoe dat is. Het is een... Ik en Mike, we trainen goed samen. We hebben gewoon een goede band. We hoeven ook niet te veel te praten, maar we weten dat we elkaar wat we bedoelen, weet je. Ik ben ook niet zo iemand die van veel praten houdt per se, weet je. Behalve als je iets aan me zou vragen, maar ik ga niet zomaar komen praten of zo. Zo ben ik niet. Dus wat ik van hem heb geleerd is, ja, dus buiten heel veel technieken en manieren van vechten en denkwijzen van vechten, heb ik toch, ja, sinds ik daar 17 was en rondloop, heb ik ook gewoon heel veel levenslessen geleerd. En dingen die in de sport zitten, maar ook gewoon gelijk staat bij normale dingen van leven. En dus heb meegenomen in mijn leven. En ja, ik denk toch dat je sowieso toch altijd met de mensen met wie je omgaat, altijd dingen meeneemt van ze, weet je. En ik zie Mike 2 keer per dag, dus... Behalve hem en andere trainers zou ik wel heel veel dingen hebben overgenomen, bewust of onbewust. Ja, want als het goed is, train jij ook wel eens met Donegi Abena en Badr Hari. Helpen jullie elkaar wel eens tijdens de voorbereidingen? Ja, zeker, zeker. Voor hun voorbereidingen ben ik er voor hun en hun zijn er voor mij. Het is een hele goede vibe. We hebben gewoon een hele goede vibe met elkaar. We zijn professionals, dus zo gaan we ook gewoon te werk. En leren we van elkaar en gebruiken we elkaar eigenlijk. Toen jij opkomend was, hè, want ja, je bent eigenlijk nog steeds young en upcoming. Tegen welke vechters keek jij op? Ik had vroeger op mijn Blackberry had ik... eigenlijk de oldschool K1 fighters had ik op mijn telefoon staan. Dus aan wie ik opkeek waren vooral van Gokhan Saki, Badr Hari en Ernesto Host. Een beetje van die era. Dus oldschool fighters had ik op mijn telefoon staan. En ik had niet per se een voorbeeld dat ik dacht van, oh ja, dat is mijn voorbeeld of zo. Dat had ik niet per se, maar ik vond gewoon hun heel tof, man. En Bruce Lee, hè? Gaf je aan. En Bruce Lee natuurlijk.
Iedereen is eigenlijk, de hele wereld is getroffen door de coronapandemie. Fabio, hoe heb jij je weten aan te passen in aan deze nieuwe realiteit? Bij het begin vond ik het wel gewoon relaxed. Ik had wel lekker vrij, weet je, dit en dat. Maar het is nu soort van voorbijachtig, weet je. Maar ik heb me wel moeten aanpassen. Maar gelukkig heb ik een heel goed broertje en ook een hele goede kickboxer. Dus we hebben elkaar altijd gepest. Of we gingen samen rennen, of we gingen samen trainen. Op kickboxvlak en op kracht en fitness, daar heb ik gewoon zelf altijd mijn dingen over, weet je. Ik ben zelf heel gedisciplineerd, dus als ik dan zeg maar iets moet doen of een lijstje voor mezelf maak, dan stop ik niet voordat het lijstje voorbij is. Dus dat is, dat heb ik voor mezelf even doorgetrokken. En waar komt die zelfdiscipline vandaan? Omdat ik gewoon weet, eigenlijk, ja, kijk, je wilt zeggen van, uit jezelf of dit of dat. Maar het is eigenlijk ook gewoon omdat je wilt de beste zijn. En het is ook, ook gewoon het idee dat je nog in je leven tegen andere mensen of andere vechters gaat vechten. Dus als dat in mijn achterhoofd zit, blijf ik lekker doorgaan. En plus, als ik weet niet, man, ik zet mijn hersenen op nul. Daar heb ik geen moeite mee. Maar ik zet gewoon op nul en dan ga ik gewoon door tot ik gewoon... mijn ding af heb, weet je. Ik hou gewoon niet van ook tijdens trainen of zo. Ik hou niet van te gaan praten of dit of dat. Ik wil gewoon mijn workout halen. Jij bent serieus. Ja, ik ben serieus als het moet. My man is on a mission. Ik ben op een mission. Maar in deze coronatijd, vechten zonder publiek. Zou je je dat kunnen voorstellen? Ik heb zo vaak zonder publiek gevochten. En weet je, nieuweling of C-klasse, daar heb ik geen moeite mee. Ik heb niet, sowieso, als ik in het buitenland vecht, vecht je tegen andere vechters. En dan is niemand voor je aan het juichen. Dus misschien komt het ook daardoor, maar ik heb wel sowieso geen moeite om zo hard zonder publiek te vechten of zoiets. Dat doet mij niks. Ja, dat is goed. Ik zie het nu bij de MMA, vooral UFC. Dan zie je twee vechters in een octagon zonder publiek. Ja. Het is wel even wennen, maar het draait natuurlijk om jullie. Hè? Jij staat daar uiteindelijk. Ja, klopt. Jij bent 1,95 meter lang, heb ik even opgezocht. En jij loopt gemiddeld, kan ik dat zeggen Fabio, rond de 95 kilo? Oh nee, ik loop rond al een tijdje, echt rond de 103 kilo ongeveer, 102 kilo, zoiets. Is dat, jij zou dus eigenlijk ook op cruiserweight kunnen vechten en voor een zwaargewicht ben jij misschien aan de lichte kant, van waar de ambities om toch op zwaargewicht te vechten? Daar had ik meer aanbiedingen, dus op zwaargewicht had ik meer aanbiedingen. En ik merkte ook wel met mijn manier van vechten, als ik veel animo, veel output naar buiten bracht, dat die jongens ook veel sneller moe werden en dat ik met behendigheid te slim af kon zijn. En als ik dan met jongens vroeg 95, die waren ook wat meer behendig en ja, was ik altijd wel meer kracht, zeg maar. Maar ja, laat ik maar zeggen, ik wil niet zeggen dat het per se beter was of niet, maar ik kon mezelf aanpassen aan het gewicht en de manier van vechten. Ja, dat vind ik mooi, hè, want je wat dat betreft ben je eigenlijk als een vis in het water nu bij de heavyweights. En soms zie je bijvoorbeeld in het boksen ook met Deontay Wilder, die is net iets lichter en dan ben je dus eigenlijk, zeg jij, ook net iets meer wendbaar. Ja, klopt, top. Ja, het is niet per se dat je zwaarder bent, dat je dan beter bent. Dat werkt het niet. Jij vecht nu voor het promotiebedrijf Os Fighters. Zie jij jezelf in de toekomst ook voor Glory uitkomen? Dat is een mogelijkheid, zeker. Ook rond in deze coronatijd heb ik veel nagedacht wat ik zeg maar per se wat ik zou willen. En natuurlijk, als Glory aanklopt, zou ik daar gelijk, of ja, wijze van gelijk in zee mee springen. Maar ik ben er ook veel over aan het nadenken om de MMA-richting op te gaan. En dat
daar moet ik even nu een plan, ben ik mee bezig om een plan van aanpak van te maken. Want ik ben een beetje zat om de hele tijd op mensen te wachten, want ik zie ook gewoon... Ja, ik vind de scouting level niet hoog genoeg of genoeg, zeg maar, weet je. Dus het is niet mijn plek om... ik vind niet dat het mijn plek is om hier te gaan wachten tot iemand te glorie of belt of zo. Ik ga dan gewoon verder mijn eigen plan trekken. En gewoon verder gaan. Ja, je gaf het net al aan, hè? Boksen of MMA. Jouw hart ligt dan tussen die twee meer bij MMA. Je ziet steeds meer kickboxers de overstap maken naar MMA. Waarom? Ik denk gewoon dat het veld gewoon daar breder is. En het is gewoon, de piramide is breder. Ik denk dat de reden is. En het is internationale. En ik denk dat ook dat de zakcentjes zeker ook een rol speelt erbij. Ja, nee, dat is de motor daarachter, hè. De top van de heavyweight van Glory wordt gevormd door Rico Verhoeven, Badr Hari, Jamal Ben Sadiq en misschien ook Benjamin Adekboeyi. Tegen wie zou jij je skills willen testen en waarom? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus zou ik het liefst tegen die Adekboeyi vechten. Omdat ik dan bij hem het meest mezelf kan laten zien. En mensen het hoogste pet van hem op hebben. Terwijl ik het gevoel heb dat het niet zo nodig is. Dus dan zou ik het tegen hem gaan. Maar verder buiten dat is hij een prima vechter. Maar ik denk als ik dan voor een opening zou moeten gaan. In de Glory, in de heavyweight, dan zou ik daarvoor gaan. En hoe zou je hem verslaan? Dan moet ik heb me nog niet zo... er is nog geen gameplan. Nee. Ik heb nog geen plan bij bedacht. Hey, en de top van de light heavyweight wordt gevormd door Artem Fakhritov, Alex Pereira en Luis Tavares. En natuurlijk jouw vriend, denk ik, Donegi Abena. Tegen wie van hun zou jij je skills graag willen testen en waarom? Bij lichtzwaargewicht. Ja, ik zou zeggen, ik heb daar niet echt per se iemand waar ik dan per se dan zou tegen willen. Ik heb daar niet echt per se iemand. Pio Quasi versus Luis Tavares bijvoorbeeld. Hoe zou je hem verslaan? Ik zou hem wel verslaan. Hij zou waarschijnlijk gewoon op snelheid willen gaan. En ik zou op hem zijn en druk blijven zetten en hem gewoon systematisch afmaken. Ik denk ook dat mijn teamgenoot Abena een beetje een blueprint heeft laten zien van hoe het een beetje moet. Oh, ja. Dus. Ik denk niet dat die Da Vinci Code zo moeilijk te cracken is per se. Dus dat zou ik wel willen rekenen. Iets anders. Je gaf net al bij de stelling aan Nederland of Suriname. Toen zei jij Nederland. Voor welk land kom jij eigenlijk uit, Fabio? Ik kom uit voor Nederland. Voor Nederland. Ja, het is moeilijk om... ik ben twee keer in Suriname geweest. Natuurlijk ben ik Surinamers, maar ik kom niet uit dat land, vind ik, weet je. Marokkaan, ja, het is een soort van, je bent het ook weer net niet of zoiets. Mijn moeder is ook weer Nederlands, weet je, dus ik vecht gewoon voor Nederland en ik ben ook gewoon Nederlands eigenlijk, dus ja. Ja, dat is een keuze inderdaad en die is voor iedereen verschillend. Maar omdat je Rotti zei, dacht ik, ik kom er toch nog even op terug. Hey, ik wil nog weten van jou. MMA, je bent er heel erg gecharmeerd van. Wie volg je op dit moment? Ik volg sowieso al, voor het kickboksen of tijdens het kickboksen, volgde ik altijd ook al MMA. En... Ja, ik ben ook gecharmeerd. Ik ben ook wel een paar keer naar Zwitserland geweest. Om daar trainingspartner te zijn met Volkan Oezdemir, die in de UFC zit. Buiten dat, ik ben altijd van op de hoogte. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest. En ik denk dat het wel in mijn toekomst zal liggen. Oezdemir, mooie vechter.
Hij heeft een titel shot gehad tegen Daniel Cormier, kan ik me nog herinneren. Net niet gehaald, maar een hele mooie vechter. Daar train jij mee, zei dat nou? Ja, ik ben een paar keer voor zijn trainingskampen. Was ik naar Zwitserland mogen gaan, daar mogen blijven. Alles op en eraan geregeld en zijn trainingspartner geweest. Want ja, daar in Zwitserland waar hij woont, ergens achter de berg, heb je niet per se allemaal grote heavyweight kickboxers of light heavyweight kickboxers. Fabio, als wij over, laten we zeggen, 5 jaar terugkijken op dit interview. Beetje koffiedik kijken, ik weet het, maar waar sta je dan? Ik denk, het maakt niet eens uit of MMA-vlak of kickboxvlak. Sta ik zo, ja, ik gewoon hoog aangeschreven, laat me dat zeggen. Dat sowieso. Of ja, niks is beloofd, maar daar ga ik wel vanuit. Ja, want je komt eraan en je naam rouleert. Dus wat dat betreft, wij houden jou in de gaten. De huidige stand van zaken wat betreft kickboxing. En dan niet eens Nederland en kickboxing. Wat is de huidige stand van zaken? Met kickboxen gewoon in totaal? Ja. Waar moeten we op letten? Wie komen erop? Waar kijken we naar uit? Even denken hoor. Wie komen erop? Waar kijken we naar uit? Buiten mij op heb ik nog een andere kwaad, dat is mijn broertje. Hij heeft ook titels in boksen en kickboksen gehaald. En hij komt eraan, maar dan op de 75 kilo, rond dat gewicht. En buiten dat is eigenlijk allemaal een beetje uitzichtloos in het leven en kickboksen dan. Want corona maakt alles een beetje kleinschaliger en moeilijker allemaal. Dus ik weet het allemaal niet. Ik ben niet per se allemaal bezig met wat er om me heen gebeurt, weet je. Ik doe mijn ding en ik hoor er wel hier en daar wel wat dingen, maar ja, ik focus op mezelf en daar ben ik mee bezig. Jij hebt oogklep op, hè? Jij zit in die tunnelvisie, jij bent voornamelijk bezig met Fabio Quasi. Ja, daar gaat. Iedereen moet gewoon zich bezighouden met zichzelf. Dat is gewoon het beste. Ik heb alleen ook een klein groepje mensen om me heen, familie. Die me wat boeien en de rest, ja, boeit me wel, maar die zijn niet echt hoofdzaken, dus ik ben me daar niet per se mee bezig. Fabio, jouw zwaarste tegenstander, win of verlies, maakt mij niet uit. Wat is jouw zwaarste tegenstander waar je ooit tegenover hebt gestaan? Even kijken. Ik weet even denken, man. Want dat kan voor iedereen verschillen, hè? Wat wij aan de buitenkant zien. Ja? Ja, ik heb toen ik 18 was, had ik mijn eerste A-klasse partij gevochten. Nee, ik was 17. Mijn eerste A-klasse partij gevochten tegen Iwan Pang. Dat was een A-klasse partij in Stadskanaal. Iwan Pang is inmiddels al overleden, maar dat was wel echt een... De moeilijkste partij. Ik werd in de eerste ronde neergeslagen. Ik kreeg 8 tellen. En dat was ook wel een van mijn eerste. Ja, dat was misschien wel mijn eerste 8 tellen ooit in mijn leven. En ja, dan gaan de vragen door je hoofd. En dan ga je denken van oké, ga ik nu even rustig vechten en dan verlies ik maar en dan ga ik niet knock-out. Of ga ik ervoor en dan ga ik misschien knock-out, maar ik kan ook een wedstrijd winnen. Dus ik ging voor de tweede en gewoon, ja, toen heeft het goed uitgepakt. Ik sloeg hem in de tweede ronde neer. En ik sloeg hem nog een keer in de derde ronde neer. En de tweede keer dat ik hem neersloeg, kon hij niet opstaan. En ja, toen had ik de partij gewonnen. Dus dat was een goede keuze die ik in mijn hoofd had gemaakt op dat moment. Oh, die wil ik wel even terugzien, ja. Ja, ik zat ergens op YouTube, zei het nog wel. Ja, je zwaarste tegenstander ooit dus eigenlijk. Hoe is dat? Want ik vind jou gewoon, je bent hartstikke jong nog steeds en nog altijd. Hoe is dat om in een uitverkochte volle zaal als jonge Amsterdamse gappie de ring in te stappen? Je bent altijd wel zenuwen van. En dat is al bewust gedaan door Mike en mensen om me heen. Om zeg maar mee te laten reizen naar Litouwen en daar in volle arena's te vechten of in Amsterdam ergens in een volle arena te zijn met mensen van om je heen of partijen die op tv werden uitgezonden en zo.
dat ik dan al die ervaring kreeg en die feeling van oh shit, dit is een big deal. Dus als ik natuurlijk dan later bijvoorbeeld bij WFL volgde en toen werd Spike uitgezonden op tv, daar had ik dat niet meer zo van, oh iedereen is aan het kijken, want ik had het al toen al meegemaakt. Dus dat was dat was bewust gedaan. Dat was gewoon een manier van hoe je een jonge vechter gewoon volwassen een vechter laat worden. Ja, daar moeten we Mike voor bedanken, hè? Want je hebt goede begeleiders die daar over nadenken. Zeker. Fabio, ik ga afronden. Ik heb het gevoel dat ik echt tot en met overmorgen door kan praten over alle divisies en kickboksen. Dus ik hoop dat je spoedig weer terugkomt bij Champs Talk. Zeker. Graag. Ik wil de kijkers vragen om een comment achter te laten onder deze video. Fabio, ik wil jou nogmaals bedanken voor je tijd en effort die je erin hebt gestoken. En ik zie je next time, partner. Yes bro. Zeker weten, man. Ik vond het leuk om er te zijn en altijd goed om met je te praten. Mijn dank is groot. Strijders en natuurlijk mijn vechtersbazinnen. Dit was het. Tot de volgende keer. Ik zou zeggen, we are... Champs Talk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk, ouwe hoeren op de rem op de klok. Champs Talk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.